Ruim 500 reacties. Ja. Op mijn video over die Klever en die Faber. Ja. En jullie waren het en jullie zijn het. Met heel velen. Maar ik hoop toch dat het niet allemaal volgers, echte volgers zijn. In ieder geval, velen waren het niet met mij eens. En lieten dat ook duidelijk weten. Ja, dat ze het niet met mij eens zijn. En ik... Ja, dat verbaasde me nog niet zo erg. Maar ik ben een beetje geschrokken eigenlijk van het feit dat mensen een beetje toch geloven in die complottheorie van die omvolking. Los van dat het helemaal niet kan, opvolking, omdat het een woord is uit de nazi-tijd. Maar los, die complottheorie, die gaat als volgt. Die zegt dan gewoon van er is een elite. Elite wie? Elite wat? Waar? Telefoonnummers, namen, wie? Wie zijn dan de elite? Er is een elite en zitten die dan ergens op een kantoor of zitten die in een kelder bij elkaar te vergaderen? De elite of in een kasteel of waar zitten die dan? De elite. En de elite hebben dan bepaald, hè, dat de Nederlanders worden vervangen door immigranten, ja, of gekleurde mensen. Dat hebben de elite bepaald. Vrienden, ik ben toch niet getikt? En van Lotje, ik heb toch niet te dicht bij een molen gestaan? Ik ben er niet half gaar. Ik ga toch niet in dit soort onzinverhalen geloven? En kennelijk doen heel veel mensen dat. Die geloven in dit soort theorieën van elite. Die een land willen omvolken. Hou toch op. Hou op, zeg. We blijven toch wel alsjeblieft met elkaar gewoon normaal nadenken. Ja, toch. Ja. En dan... Dat neem je niet eens afstand van. Nee, dan ben ik bij heel ver van weg. Ja. En trouwens, en dan zeggen jullie tegen mij, maar als je nou kijkt in die wijken in Nederland en je ziet dat daar Nederland niet meer is en dat de Nederlanders Nederland niet meer herkennen. Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar noem het dan geen omvolking. Noem het wat het is. En wat het is, is gewoon heel slecht en falend en slecht asielbeleid. Noem het dan ook zo. En geen omvolking.